iemand iets zeggen wil, ga je gang. Ik heb een vraag over in actie komen. Ik hoor je een paar keer zeggen van, ik ben liever lui dan moe of de staartmezen observeren, hè? En dat eigenlijk, ja. Ja. Wat is de vraag dan? Nou ja, het is niet altijd gestemd zijn, niet passief of zo. Nee, heb ik ook niet gezegd. Nee. Het gaat er dus om of dat klopt. Ja. Dus doe ik dingen vanuit een onrust of omdat ik als het ware ergens toe geroepen word? Ja. Ja, maar ja, klopt. Ik kan ook een soort geroepen voelen, maar soms is het ook een soort van angst of rust. Ik ben beroepsmatig veel met klimaatverandering bezig. Ja, joh. Ja, en dan kan ik ook wel. Dat kunnen we niet veel aan veranderen, maar ik kan ook prima in de tank klimmen en eens eventjes iets schrijven. Nou, in mijn laatste boek heb ik een paar opmerkingen ook over dit soort dingen. Ja. Dus ik ga niet met spandoeken over. Ik ben niet echt een activist, zou ik maar zeggen. Maar als ik ergens iets van vind, zal ik het opschrijven. Ja, precies. Weet je wel? En als ik het me kan veroorloven en we konden dat, dan flikkeren we ons dak vol met zonnepanelen. Ja, ja. Maar ik ben niet de godsganse dag met die thematiek bezig. Nee. Of met welke thematiek dan ook. Ja. Weet je wel? Als het me roept of als ik in de tuin zit de staartmezen te observeren en ik zie een aantal planten staan die hebben zoiets van, we hebben dorst, dan binnen no time loop ik met gieters rond. Ja. Weet je wel, of als de hond op een gegeven moment zegt van, joh, het is 4 uur, we moeten lopen, dan gaat Hans lopen. Ja. Dus het is niet dat ik de hele dag zit te niksen, het gaat mij er vooral om van, nou ja, of het klopt. Ja. Ja. Waarbij ik vroeger zag dat ik enorm veel dingen deed puur uit een onrust. Omdat ik mezelf niet kon verdragen, ging ik dan maar van alles doen en bij iedereen langs. En niet omdat ik daar per se wilde zijn, maar omdat ik hier niet wilde zijn. Ja. Ja. En ik vind van daaruit ook van, verlichting wil ook niet zeggen dat alles klopt, zeg maar. Dus. Jawel, dat alles klopt, maar dat wil niet zeggen dat je nergens iets van vindt. Ja. Dus dat is het grappige van verlichting. Het is in 1 seconde duidelijk dat alles perfect is. Ja. Maar dat is inclusief dat je bijvoorbeeld 2 vechtende mensen uit elkaar trekt. Ja. Of gaat staan klappen, dat kan ook. Ja. Want dat is een ander leuk aspect, je weet het maar nooit. Omdat je niet meer vaart op een soort morele code, maar op een spontaan reageren van jouw klank op de, laten we zeggen, muzikale setting. Ja. Dat is een leuk aspect van vrijheid, dat je nooit weet wat je gaat doen. Ja. Tenminste, ik vind dat wel geestig. Vroeger wist ik vrij goed wat ik ging doen, want we het al in ander verband over hadden. Ego heeft ongeveer maar 3 routes. Dus nou ja, als het die kant op, ja, dan gaat hij dadelijk dit doen. En, ja, inderdaad. Ja. En nog een ander dingetje is van op het niveau van het organisme. Sommige organismen zijn gewoon actiever dan andere. En wederom is de kloppendheid dan van belang. En sommigen kunnen heel lang hun aandacht houden bij één ding en daarin steeds verder doordringen. En anderen die hebben een andere programmering, zeg maar. Die willen een aantal verschillende dingen doen. En dat kan in beide gevallen kloppen. Of je hebt iemand die heel lang op één ding doorzeurt. Waarbij je voelt van, ja, maar dat klopt helemaal niet. Hij houdt gewoon vast aan een bekend spoor. Terwijl je een ander kan hebben die heel veel verschillende dingen doet. En je denkt van, ja, maar dat klopt ook niet. Hij heeft gewoon geen zin om zich ergens op toe te leggen. Dus hij rommelt maar in 10 velden rond. En ja, dan heb je 10 omgewoelde velden, maar er groeit niks. Dus, ja. Het gaat steeds om die kloppendheid. En het mooie is, als je die bij jezelf beter kan verstaan, kan je die ook in de ander beter verstaan. Kloppendheid, is dat hetzelfde als intuïtie? Soort van. Zou je kunnen zeggen. Ja. Het is een direct weten of voelen of zien.
Naar buiten het denken om, zeg maar. Yes. Yes. Maar vaak wel gevoed door het denken. Dus dat heb ik ook in dat laatste boek ergens gezegd, een notie die opkwam of onderbouwd werd door iets wat ik las. Van iemand kan een hele goede intuïtie hebben, ja. Maar als die niks gezien heeft, niks geleerd heeft, niks gelezen heeft, dan is er geen reservoir om vanuit te intuïteren. Er zit niks in. Dus dan heb je een soort lege bak en dan kan die intuïtie ook niet gaan zeggen links of rechts, want er is geen referentiepunt. Dus hoe rijker het kennis- en ervaringsniveau van een mens, hoe preciezer die intuïtie ook kan functioneren. Dus dat is wel superhandig. Dus met de reden precies hetzelfde. Iemand kan een hele goed ontwikkelde reden hebben, maar als er geen kennis aanwezig is, dan zijn er geen verbanden te leggen. Want er is geen materiaal. Dus mijn idee is dat willen we een beetje een volwassen wezen worden, dat is niet alleen maar een emotionele kwestie of een van helderheid, maar ook dat je wat verschillende gezichtspunten aanleert door levenservaring of lezen of dingen zien of reizen of al die dingen die helpen een soort rijkdom aan ervaring en begrip te creëren. En zonder die rijkdom valt er niks te intuïteren of op een redelijke manier te organiseren of tegenover elkaar te zetten. Dat is ook wel een dingetje. En iets bestuderen is iets anders dan alleen maar YouTube berichtjes lezen. Dat vult vooral de oppervlakte geesten, dat is niet helpend. Dat is meer op een relatief niveau, maar wel behoorlijk van belang. Ik heb de indruk dat steeds meer mensen alleen maar van die korte 2 minuten dit, 1 minuut dat. Er wordt ook op alle media een beetje op ingespeeld, waardoor we een steeds kortere aandachtspannen krijgen en eigenlijk nergens meer in doordringen. Dan hebben we een hele bak aan informatie, maar nul kennis. I think it's bad. Ja. Anders bestaat niet het gevaar dat je dan vanuit die kennis, zeg maar, jouw ervaring, hè, wat je allemaal gedaan hebt, dat je dan vanuit die ervaring, vanuit die kennis iets gaat bezien. Nee, dat is gegarandeerd. Dat je dat inkleurt, zeg maar, vanuit dat is gegarandeerd. Maar als je een rijk reservoir hebt, zit er meer ruimte in dan wanneer je maar een heel klein beetje kennis hebt. Dus ik heb dat liever rijk. En dat betekent dus ook dat als ik bijvoorbeeld dit vind van iets, dat ik dan de neiging heb om een aantal dingen te gaan lezen die dat vinden. In plaats van altijd maar te gaan herhalen wat ik al vind. Daarmee daag ik mijn geest niet uit. Dus iemand die links is, politiek gezien, die doet er verstandig aan om neoconservatieve lui te lezen. Niet alleen maar van die lefties en omgekeerd. Want anders kom je steeds verder in een fuik. Weet je wel, en het is niet zo dat van deze categorie, dat alleen in die categorie verstandige dingen gezegd worden. Die worden vanuit alle hoeken gezegd. Dus als het gaat om dat reservoir te vullen, dan moet je een breed palet tot je nemen. En dan vervolgens kan je gaan kijken vanuit je eigen helderheid of voorkeuren of whatever, van oké, hoe zien dingen eruit? Een van de leuke dingen is dat je dan merkt dat dingen op het wereldtoneel complexer zijn dan je graag denkt. En dat eigenlijk niemand alles weet. En dat vind ik interessant. Bij ieder boek dat ik lees ontdek ik een hele hoop dingen die ik nog niet wist. Want één ding is me helder, ik weet meer niet dan wel. En dat geldt voor iedereen. En leren vind ik ook in die zin, dat is zijn eigen beloning, terwijl vanuit een ego-modus willen we iets leren om tot een eindpunt te komen. Nou, een van de dingen die je kan leren als je oplet is dat er geen eindpunt is. Daar gaat het ook helemaal niet om, het gaat om het levend houden van je systeem. Het wakker houden, het van nieuwe input voorzien. Anders blijf je in de muzikale metafoor altijd hetzelfde 3-akkoorden liedje spelen. En dat is prima voor 13-jarigen, die houden daarvan. Maar het
is niet zo handig om daar te blijven hangen. Het mag wel iets op een gegeven moment rijker en complexer worden, zou je denken. Maar kennis kleurt altijd. Maar dat is dus geen probleem. Als je dat helemaal weet, dan snap je ook van, oké, ik zit dit te vinden. En dan vind ik het altijd ook interessant. Want hetzelfde als met zelfonderzoek. Je hebt een overtuiging. Dan roep ik al jaren van, dan moet je een aantal dingen gaan vinden die conflicteren met die overtuiging. Niet bewijzen gaan zoeken voor die overtuiging. Dan leer je niks. Nou, dus met kennis over wereldse dingen precies hetzelfde. Oké, dit is mijn gevoel hierbij, of dit vind ik. Oké, zijn er feiten, argumenten te vinden die dat weerspreken? Dan wordt het interessant. Tenzij we hangen aan... zo is het nou helemaal. Wat dus altijd betekent, ik heb geen zin hierover na te denken. Dat vind ik al 40 jaar, dus het is waar. Nee, dan heb je in 40 jaar niks geleerd. Maar krijg je het voor elkaar om een overtuiging als waarheid te zien? Ja, dat is knap. Maar lukt dat niet? Nee, dat bedoel ik. Maar er zijn wel in het relatieve dingen die meer waarschijnlijk zijn en dingen die minder waarschijnlijk zijn. Ja, en dat te onderscheiden is wel handig. Ja. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat voor iets wat jij mooi vindt, kunnen we zo 10 andere pakken die het lelijk vinden. Zeker. Desondanks valt er over smaak heel goed te twisten. Al was het alleen maar voor entertainment purposes. Ja, ik zit nog steeds in die fase dat er, als er iets is waar je dan een mening over zou hebben, dat ik dan dat toch helemaal niet serieus kan nemen. Mm-hmm. Is toch prima? Ja. Het gevaar hiervan is, als we dat heel ver doortrekken, en dat gebeurt ook, is dat er een soort radicaal relativisme ontstaat, waarbij niks meer waar of geldig is. En dat is ook weer niet waar. Nee, daar heb ik het wel eens met jou over gehad. Dat het is voor mij nu vrij duidelijk dat waar ik woon, het is niet hier nu, ik kan dat niet. Mm-hmm. Maar als ik op mijn fiets stap, dan rijd ik erheen en dan is het er wel. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is die waarheid dan een beetje, ja. De kennis is ook makkelijk dat je weet waar Albert Heijn is en de Dirk en dat soort dingen. Ja. Maar, wat we ook kunnen merken aan de onthutsing, dat als we daarheen rijden, dat is er ineens niet. Maar een mening over Zwarte Piet vind ik vrij onzinnig. Nou kijk, Zwarte Piet moet gewoon zwart zijn, anders is het geen Zwarte Piet. Maar moeten we vasthouden aan zo'n culturele klucht? Ik denk van niet. Maar ik vind Sinterklaas ook niks. Een beetje enge man met een witte baard. En het is allemaal nep. En hij zit altijd met kinderen op schoot. Ja, ik krijg toch een beetje rare gevoelens bij. Ik hou gewoon niet zo van kinderen. Ik ben een keer Sinterklaas geweest, toen kreeg ik mijn schoonmoeder op mijn schoot. Oh. En dat is ook interessant. Ja, Jan, er hoeft niet alles op. Die camera loopt, hè? En zij wist niet dat jij het was. Dat zat goed in mijn rol. Op tv is ook namelijk een hele mooie serie van Why We Hate, ik weet niet of je het gezien hebt, nee. Door Steven Spielberg in elkaar gezet. Ze zetten dus mensen die elkaars tegengestelde zijn, hè? Bijvoorbeeld met een vark, mensen tjoeke 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 doodschieten. Mm-hmm. En dan aan de andere kant laten zeggen de mensen die gefolterd en familieleden verloren hebben door die hele oorlog. Ja. En natuurlijk heb je dan een hekel aan elkaar, want het is... Maar ze zetten ze dus eigenlijk naast elkaar, tegenover elkaar, en potverdikkeme. Je ziet gewoon dat ze van elkaar, nou, in het begin is er een soort fase van
oh, het zijn ook mensen. Ja, wonderlijk. En yes, nou, daar valt eigenlijk wel wat voor te zeggen. Ja, misschien zou ik het ook wel zo gedaan hebben. En dat gaat gewoon heel diep. En ik van, wauw, wat een mooie serie om onmogelijke tegenovergestelde toch te laten zien van, nou, zo onmenselijk zijn die anderen nou ook weer niet. Oh, right. Wauw, wat een serie. Ja, cool. Vond ik echt, echt. Ik denk, dat zijn van die pareltjes van, wauw. Om weer tot elkaar te komen. Zwarte Piet, Sinterklaas, weet ik hoe die gasten heten. Maar het gaat erom, kan je met elkaar door de bocht gaan en elkaar in elkaars waarde laten? Ja, exact. Ja, en dat vind ik eigenlijk het interessante, want als je dat kan, dan kan je ook met je eigen overtuigingen ook steeds beter overweg van, is dat zo? Ja. Nou, vandaar dat ik ook zei, in verband met dingen onderzoeken, dat we niet moeten beginnen met een afkeuring. Dingen slecht noemen of dingen te gaan haten, of het nou in jezelf is of in een ander, dat is een vrij kort door de bocht gebeuren. En het getuigt niet van een echte interesse en een openheid om te weten van, hoe ontstaat zoiets in mij of in een ander. Maar als we heel erg vasthouden aan ons ego, is het ook handig dat we aan hele zwart-wit denkbeelden vasthouden. Die zijn slecht en die zijn goed, dat is het makkelijkste. En dan krijg je een heel lekker stevig ik-gevoel van. Dan krijg je lekker. En vooral als je dat in een clubje doet, weet je wel, lynch mob. En dan, die klootzakken. En, ja, blijkbaar is dat aantrekkelijk voor sommigen. Ja, wat jij in je boeken zo mooi noemt, plat. Ja. Dat is gewoon heel plat. Ja, nogal. Ja. En ik begrijp het als je 12, 13 bent. Want je dan de wereld wat wil simplificeren door het allemaal heel schematisch neer te zetten, maar op een gegeven moment, het bestaat uit veel meer tussennuances, alles in iedereen, en er is verder ook niemand die op zijn 8e besluit, ik word lid van de FARC. Weet je wel, er zijn miljoenen dingen die gebeurd zijn die iemand ertoe brengen om tot een terroristische of bevrijdingsorganisatie. Het is maar net vanuit welk perspectief je dat ziet. Maar het zijn mensen. Ja. Cool, well, check it out. Ja. Yeah. Yeah. Thanks.
Ja, even. Ja, ik ken iemand die is een geheelonthouder, iets van 20 jaar. Nooit alcohol gedronken. Ja, gratis. Ja, mist die levenservaring of is dat juist wel een gesprek waard? Weet ik niet, ik ken hem niet. Dus ik zou dan willen weten inderdaad van of het klopt. Oké, okay, wat is de motivatie erachter? Ja, en dat kan ik pas zien als ik bij zo iemand ben. En niet zozeer wat hij vertelt, maar gewoon of het klopt. Voor sommigen klopt het om zich geheel te onthouden. Of je dat dan meteen als label moet gaan voeren, is weer iets anders. Misschien kan ik dan terug naar mezelf. Ik drink soms. Ik ook. Ja. Ik zou het de hele dag willen doen, maar... Dat gaat hem niet worden. Dat gaat in de weg zitten met andere dingen. En dan klopt het niet meer. Dat is jammer. Dat is jammer. Zeker jammer. Dan is het ook niet meer moeilijk. Als je eenmaal drinkt, dan is het direct duidelijk. Het is goed. Ja. Maar voor die tijd is het soms een beetje een kwestie. Nou ja, ook gaandeweg. Dan kun je op een gegeven moment ook gaan voelen van, nou klopt het niet meer. En stop je dan of niet? Ik kan dat nu beter dan vroeger, zeg maar. Gelukkig voor de omgeving. Ook dat, ja. Mag ik daarop inhaken? Ja, sure. Ik heb echt heel veel gedronken en heel veel gesnoven. Toen ben ik mij gestopt een jaar of twee geleden. En toen dacht ik, had ik eens een vraag aan jou gesteld over intuïtie. En daarna dacht ik dat ik er wel wat beter contact mee kon maken, maar mijn mind ging zich er ook mee bemoeien. Die had zoiets van, ja, op een gegeven moment ging ik daten met een man. Eerste contact had ik het idee, als er nog niks, geen ruis tussen, als dat contact goed is, tenminste dat had ik bedacht dan, dat dat goed was. Dus daarom was het een oké man. Nou, hij had me opgebeld. Ik dacht, ah nee, die wil te graag. Dat is eigenlijk niks. Hij deed dus San Pedro, hoe heette die dingen? Ayahuasca, weet ik wat. Maar mijn hele mind had het compleet geblokt. Hè? En toen raakte ik zo in de war. Ik denk, hè? Op een gegeven moment, ik hoorde al aan die stem. Ik denk, nee, er klopt hier iets niet. Maar mijn mind had er al van gemaakt. Van, nou, de eerste keer als je iemand ziet of spreekt, dan zit er geen ruis in en dat is goed. Een soort fantasy, kinderlijkheid misschien, ik heb geen idee. Ik dacht, hey, leuk, San Pedro, zelfonderzoek, wauw, zelfonderzoek, ja, ben ik ook mee bezig. Terwijl die man eigenlijk helemaal niet goed was voor mij, weet je wel. Dus mijn hele verslaving ging me helemaal aan. Terwijl ik gewoon overal mee gestopt ben. Want ik denk dat het voor mij beter is, omdat ik vluchtte echt in middelen, weet je wel, om niet te voelen. En door met die man eens in contact te gaan. Ja, en dat is wat ik heel moeilijk vind, om mijn mind op een gegeven moment is gewoon een soort, ja, die wil ik het liefst uitzetten. Omdat ik dan, soms kom ik wel bij de stilte. En dan klopt het gewoon, wat ik voel, denk ik. Maar dan komt mijn mind erbij, weet je wel, de hele tijd. En toch raak ik dan weer in verwarring. Dan denk ik van, ja, is het nou een angst die er naar boven komt, waarom ik die man nou eigenlijk meteen parkeer? Want wat maakt het uit als hij zijn San Pedro doet en zijn ayahuasca en zo weet ik voor wat? Is het dat? Ik raak er helemaal door in. Ja, maar dan is dus meteen heel duidelijk dat het enige wat in de war kan raken is die mind. Ja. Hoe zet ik die uit dan? Nee, dat is helemaal de vraag niet. Als ik weet dat de mind datgene is wat in de war is, dan luister ik daar niet naar. Net zoals die intuïtie, daar luister ik naar, dat ga ik dan gewoon voilà. Doen. Luister ik daar ook gewoon naar. Bam. Yes. Want anders gaan we weer al onze energie besteden om proberen die mind stil te krijgen. Nou, degene die de mind stil wil krijgen is de mind. Dus dat gaat nooit gebeuren. Het gaat gewoon om luisteren of zien en dan weet je onmiddellijk, dit is ja en dat is nee. En dat is nooit op basis van een redenering. Dus hè, zoals je het vertelt en voor zover ik het kan volgen, van er was al een redenering opgezet waar goed aan moest voldoen. Intuïtie doet niet aan redeneringen. Die ziet dat gewoon, of die hoort dat, of die weet dat. En die weet ook, van dat is een ander dingetje wat we vaak doen, van nou iets kreeg het oké, zal ik maar zeggen, van de intuïtie. En de tweede keer zegt het nee. Nou, dan gaan we daar weer mee in de haal. Van, ja, is het nou ja of is het nou nee? Nou, de laatste boodschap was nee. De laatste boodschap telt. Klopt. Ja. Dus het is vrij eenvoudig.
Alleen we hebben soms geen zin om er naar te luisteren. Want als ik heel graag een relatie wil, dan zal ik de neiging hebben bepaalde onwelgevallige dingen of onwelgevallige intuïties een beetje uit te blokken. Want ik heb zo geen zin om alleen te zijn of whatever, of zo'n zin om met iemand te zijn, dat ik de eventuele stoorzenders, die filter ik gewoon uit. Dat doet iedereen. Op het moment dat we ergens op gericht zijn, filteren we de rest van de wereld uit. En daar kun je dus niks aan doen. Dat is gewoon hoe we gewired zijn. Maar dat is een ander ding dan luisteren. Oké, ik wil dit heel graag. En vervolgens kan ik kijken van oké, is dit het? En dan moet ik luisteren. En dan krijg ik ja of nee of niks. En dat is dus van een heel andere orde dan ja, maar dat is ego, weet je wel. Intuïtie doet zo nooit. Dus gewoon ja, nee of het houdt zijn klep. En dan is het irrelevant of het betekent onvoldoende informatie beschikbaar, nu geen beslissing nemen. Ja, gelukkig kwam ik er iets sneller bij, maar ik vind het toch, ja. Ik merk dat, misschien ben ik wel aan gehecht of zo, aan het hele tijd de discussie. Ja, ook dat zit in ons. Nou, gehecht weet ik niet, maar we houden van wat we vaak gedaan hebben. Ja. We denken dat wat we vaak herhaald hebben een deel van onze essentie is of whatever, maar het is gewoon een kwestie van er vertrouwd mee zijn. En alles wat vertrouwd is. Je ziet mensen zelfs die gewoon in rampzalige relaties zitten en daar maar in blijven hangen, want ja, het is vertrouwd. En ook al hebben ze dan 5 keer per dag ruzie en gunnen elkaar het licht in de ogen niet, ja, je weet dan wat je hebt. Is toch beter dan alleen. Ja, goed, en dan prutsen ze maar door, weet je wel. Ja, oké. Maar ik snap best dat je dacht van nou, zelfonderzoek gecombineerd met drugs, hey, beter, ja, beter wordt hij niet. Ja, maar dat ik dat was gewoon blokken, dus dat ik dacht echt, ik denk nou, ik stond er echt van te kijken, ik denk hè, dat heb ik gewoon dus echt een paar weken zo, heb ik daar zo'n soort spel mee gespeeld of zo, en toen in ene zag ik het wel. Ja. Ik heb zo lang alles geblokt in mijn lichaam en nu ineens ging ik gewoon wat meer te ontspannen, waardoor ik alles heel erg voel. Dat is omdat ik ja, voorheen met drugs waarschijnlijk buiten de deur hield. En dan denk ik van jeetje, wat zit dat al lang erin gezeten. Best, ja, het duurt even ook lang, ja, dan geef ik er weer een oordeel aan, voordat bijvoorbeeld als iemand heel agressief tegen me doet, dan raakt het ook bijvoorbeeld iets in mij, waardoor ik echt helemaal... Ik mag het wel voelen dan, maar ik merk dat het heel lang duurt voordat het uit mijn systeem en uit mijn mind is ook. Ja, ja. Oké. Okay. Een ander ding wat het misschien ook probeert te zeggen is, blijf uit de buurt bij agressieve lui. Het was in een yoga clubje. Logisch. Ik ben er ook een beetje van afgevallen. Ja. Dankjewel. Power yoga. Ja. Hans, ik heb een vraagje. Je zei net dat je naar jezelf moet kijken, naar je gedachten, gevoelens. Zei ik dat? Daar kwam het op neer. Zeg. Oh ja. Als je bepaalde spanning hebt in jezelf, noem alles maar op, dat je naar jezelf kijkt. Maar waar kijk je dan mee? Met je bewustzijn kijkt. Dus je moet een beetje ontkoppelen, anders kun je helemaal niks zien.
Als je kijkt naar jezelf zoals je als het ware naar een iets daarginds kijkt. Je moet een beetje afstand nemen, zelfreflectie noemen we dat. Is dat bewustzijn een onderdeel van het ego? Nee. Ego is een onderdeel van bewustzijn, tijdelijk. Het is gewoon de achtergrond, het is er de hele tijd. Want je kunt heel makkelijk opmerken, er komt een gedachte op. Maar je weet ook dat er een gedachte op komt. Er is niet alleen maar die gedachte. Je ziet hem komen en gaan. Nou, vanuit dat zien kun je heel makkelijk de emotionele bewegingen en de mentale bewegingen gadeslaan. Ja. Maar dat gaat niet vanzelf. Nee, daarom moeten we daar over het algemeen op gewezen worden. Van het bestaan ervan überhaupt. Nou, als dat herkend wordt, ontstaat er als het ware een toegang om te ontkoppelen van het ego naar meer naar de achtergrond. En dan kan dat schouwen of die waarnemendheid gaan optreden. En dan krijg je gelijk een verruiming in het beeldveld. Kun je veel beter constateren hoe de bewegingen of patronen werken. Dus het begint met het opmerken dat het er al is. Dat zien. Ja, maar het is wel iets wat je bewust moet doen. In het begin. In het begin moet je erop letten. Op een gegeven moment dan wordt het heel gemakkelijk. En na een tijdje dan keert de boel zich om. Of dat kan in ieder geval. Dan is het veel meer het gevoel van ik ben dat wat ziet. In plaats van ik ben wat gezien wordt. Het enige constante wat je namelijk kan vinden als je daarop let, is dat zien er is. Terwijl gedachten, gevoelens, emoties, opvattingen, die zijn allemaal veranderlijk. Dat is dan zeg maar het bewustzijn. En die kijkt naar de dingen die plaatsvinden binnen het ego. Onder andere. Niet alleen maar naar, hij is niet bijzonder geïnteresseerd in het ego, maar het neemt ook het ego waar. Maar als je het over verlichting hebt, dan is dat weer een ander bewustzijn. Nee. Het is één en hetzelfde bewustzijn, alleen dat bewustzijn heeft zichzelf herkend als zodanig. En dan is ego geen enkel probleem. Dus in een niet verlichte toestand, om het simpel te houden, denkt het bewustzijn die persoon te zijn. Dus het doet dit. Nou, als het weer terugkeert in zijn oorspronkelijke vorm, dan kleeft het helemaal nergens aan. Het identificeert zich niet meer. En dat is best prettig. Kijk, waar je het nu over hebt, dus dat bewustzijn wat zeg maar dat ego waarneemt, dat is op zich helemaal niet zo moeilijk voor elkaar te krijgen. Nou, mooi toch? Maar, ja, verlichting, dan zou eigenlijk bijna iedereen verlicht zijn. Nee. Alleen op die plekken waar het dit doet. Maar dat is verder helemaal niet zo'n punt van als je de mogelijkheid hebt, ik noem dat toegang krijgen, tot dat observeren of waarnemen, dan is dat wat je te doen hebt. Net zo lang totdat het kwartje valt dat jij die waarnemendheid bent. En vanaf dat moment is er geen enkele inspanning meer mogelijk op spiritueel terrein. Want dan hecht je nergens meer aan en dan is er ook geen vrees meer om iets kwijt te raken. Dan is het basically game over. En wat dan rest is gewoon het natuurlijke functioneren van het leven totdat dat ding de geest geeft. Of zoals ik het uitdruk in mijn boekjes, je tijd zo prettig mogelijk doorzien te komen. Ja, dat is vrij gemakkelijk. Voor mij in ieder geval. Ik verveel me nooit. Ook nog een leuk dingetje, van als op een gegeven moment er echt ontkoppeling is, dan kunnen we een tijdje lang, of in ieder geval een aantal mensen hebben dat, een soort ontwenningsverschijnselen krijgen van dat je dan toch nog ergens voelt dat je zin hebt om dingen te onderzoeken of te doorvoelen. Of weet je wel, omdat je zo lang zoeker en zelfonderzoeker geweest bent. En het slaat ineens nergens meer op, maar dat momentum zit er toch van, ik moet dit toch eens even... Dan flikkert het alweer uit elkaar voordat je
Je kunt het niet eens meer goed bij elkaar pakken. Je weet ook niet meer goed waar het toe zou dienen. Wat net daarvoor nog zo logisch was, want je had meestal decennia besteed aan je spirituele carrière. En ineens ben je werkloos, zou ik maar zeggen. Je bent ontslagen. Dan zit toch af en toe van... er moet toch een probleem moest onder... Nee, nou, dan ga ik toch maar weer darten. Je moet toch wat. Dat is wel grappig, de zoekermodus opgeven. Dan heb je ook ineens geen interessante belevenissen en spirituele verhalen meer aan je sangha te vertellen. Het spirituele groepje, weet je wel. Je yogaclub of waar je dan ook frequenteerde. Ineens hoor je daar ook niet meer bij. Want die vinden het dan nog leuk, allerlei. Oh, ik heb toch van de week een fijn stukje karma verbrand. Het, oh. En ja, dan denk je van, joh, er is helemaal geen karma. Over wie heb je het? Dus ja. Is jammer. Volgens mij kan het alleen wanneer het weer in harmonie is met waar je op dat moment bent. Wat kan dan weer? Nou, je kan natuurlijk mentaal zeggen, want ik stop met zoeken. Want, nee, dat gaat niet. Dus het moet wel congruent zijn met je ontwikkeling van wat je dus ziet op dat moment. Ja. Inderdaad. Wat je leeft. Sure. Ook dat moet kloppen. Ja. En anders ga je op je bek, daar is ook het fijne ervan. Als je denkt dat je klaar bent, maar je bent het nog niet, dan... Kabang! Vroeg of laat. Yes. Als jij het zo zegt, dan klopt het ineens allemaal, weet je? Het klopt ineens allemaal. Cool. Dan wel meer, als ik bij je ben. Maar dan thuis gaat weer een heel oud verhaal beginnen. En lijkt het wel alsof de dingen toch, ja, daar ook moeten gaan leren kloppen. Ja, sure. Is dat zo? Ja, yes. Het moet overal kloppen. Oh, dat vind ik en, het, zo leuk. En het is een levend iets, hè. Het is ook een levend iets. Dus de boel kan nu helemaal kloppen. Ja. Maar leven heeft de neiging om constant grijze gebieden aan te reiken. Waarin je het nog niet weet of... waarin een uitdaging zit van, hoe ga ik hiermee om? Nou, dan wordt er steeds opnieuw gevraagd van of wij helder willen zijn. Dus eigenlijk uit de belangen stappen om te kijken wat in deze situatie mijn rol is. Dus het is klaar aan één kant. Terwijl tegelijkertijd kun je zeggen van, totdat dat ding doodgaat, het leven leeft door. En Krishnamurti riep ook al, truth is a living thing. Dus het beweegt de hele tijd. Het past zich aan de context. En het laat weer andere dingen zien. Het kan ook zijn dat na een tijd lang van helderheid en kloppendheid er ineens iets uit de grond komt wat toch nog gezien wil worden. Het voordeel is dat het dan niet meer als probleem ervaren wordt, maar gewoon, oh, dit is interessant, dit was nog niet in beeld. Oké. En dat er een automatische neiging en bereidheid is om het volledig te zien en te onderzoeken. Dus dat klinkt heel ideaal wat je nu zegt, maar ik ervaar het als heel pijnlijk. Dus daar zit nog een heel stuk. Ja, dan mag er nog meer. Ja. Dat is oké. Ik vond het wel wonderlijk dat je op een gegeven moment dat je helemaal gek wordt en alles pijn doet enzovoort. En dat het dan gewoon langskomt. Ja, dat klopt wel. Zeker. Ja. 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 En dan op een gegeven moment, als je helemaal gek wordt, dan ga je gewoon kijken, klopt dit? Ja, klopt. Ja, right, mooi. En dan is het niet erg. Nee, dat klopt. Ja. Dan blijf ik gewoon rustig zitten. Kloppende pijn. Ja. Ja, dat is waar, ja. Yes. Ja, yes. Ik noemde dat wel eens helse zegeningen, omdat ik wist dat het goed was. Ik moest hier doorheen. Anders kun je niet upgraden, of hoe je het wil zeggen. Kun je niet aan je moeder uitleggen? Nee. Maar het woord hels klopt wel, hoor. Ja, soms. Yes. En daarin is het weer interessant om te zien, dus inderdaad, van oké, er is iets wat pijnlijk is. Voeg ik daar nog weerstand aan toe, zodat het nog pijnlijker wordt dan nodig? Of kan ik inderdaad zeggen van oké, bring it on.
Ik weet dat ik hier doorheen moet. Ik kan hier niet meer omheen. Dus ik moet er gewoon doorheen. Nou, hoe minder weerstand ik heb, hoe minder ik me vastklamp, hoe makkelijker het gaat. Dat leren we er ook van. Ja, maar weet je, het moeilijke stukje wat daar nog aan zit, dat in het proces, dat er een soort angst komt van doodgaan. Dat het lichaam het niet aan kan. Oké. Okay. Nou, uiteindelijk is dat ook zo. Het lichaam kan het niet eindeloos aan. Dus we hoeven niet bang te zijn voor wat een feit is, bedoel ik. Ja. Een keer kan ik het niet aan. Een keer gaat mijn hart kapot of mijn hersens of whatever. Dus ja. Nou ja, dat projecteer je gewoon in de toekomst. Oh, ik voel dat altijd vrij vlakbij. Ja? Ja, natuurlijk. Het kan ieder moment gebeuren. Ik heb een hele hoop mensen, en niet dat ik er constant bij stond, maar een hele hoop mensen die ik kende, die zijn allemaal dood. En het was zelden verwacht. Weet je wel, dus... Maar verlicht doodgaan lijkt me wel fijn. Ja, is ook maar een aanname hoor. Een klein beetje openheid kan al genoeg zijn. Van als we hebben leren luisteren naar wat klopt en je voelt op een gegeven moment, ik noem maar wat, een hartaanval aankomen, dan vindt het lichaam het nog niet leuk. Maar dan kan de geest als het ware zoiets hebben van, oh ja, ja, nu. Heel veel mensen zijn zeer ontspannen, niet allemaal helaas, zeer ontspannen op het moment dat de dood dichterbij komt. En er is gewoon een totale openheid van, ja, oké, goed. Nou, ik heb sterk de indruk, al kan ik dat niet bewijzen, want ik heb er geen groot statistisch onderzoek naar gedaan, dat mensen die in een meer volwassen of wakkere modus zitten, vrij gemakkelijk kunnen gaan. Dus I wouldn't worry about it. Plus degene die op het moment, laten we zeggen, in zijn of haar sterfbed ligt en het komt dichterbij, is een ander dan degene die er nu over nadenkt. Dus ik weet er helemaal niks van. Ik hoef me daar dus ook niet mee bezig te houden, weet je wel. Maar het zou me hooglijk verbazen als er een drama zou ontstaan. En mocht dat wel zo zijn, dan zal dat gezien worden. Oh, wonderlijk, drama. Nou, ik denk dat de angst voor de dood te maken heeft met dingen die nog niet verwerkt zijn. Dat is mogelijk. Ja, en dat je weerhoudt om je te laten gaan. Nou, in die zin van in de thematiek van opruiming houden is het dus handig om gewoon terwijl je leeft en liefst zo snel mogelijk als er iets gebeurt het meteen op te ruimen. Zodat je niet allemaal stapels achterstallige shit hebt liggen nog. Eigenlijk moet je zorgen dat het zo snel mogelijk je werk klaar is. Hier, weet je wel, dan heb je je handen vrij voor wat de dag brengt. Nou, dan verteer je wat die dag gebracht heeft als er iets te verteren valt. En be done with it. Dan is het vrij eenvoudig. Maar als je inderdaad gigantisch veel shit nog met je mee blijft zeulen. En dat misschien ook nog beschermt. Want velen van ons maken ellende die hun overkomen is of die ze gedaan hebben. Tot een soort hoeksteen van hun persoonlijkheid. En dan krijg je een heel raar ding. Van aan de ene kant willen mensen ervan af. En aan de andere kant hechten ze eraan. Ja, dan wordt het pretty fucked up. En heel erg lastig om een paar flinke stappen te zetten, zeg maar. Opruimen die handel, weg met dat verleden. Leven zonder verleden is een stuk prettiger. En het leuke is, je weet het allemaal nog wel, maar het doet geen zeer. Nou ja, Hans, toen ik 14 was, zat ik op de fiets. En er kwam een auto frontaal me afrijden. En omdat je zegt van, nou ja, als je wakker bent, dan gaat het makkelijker. Alleen, ik had niet het idee dat ik super wakker was toen. Maar wel, er kwamen een paar beelden van tjak, tjak, tjak. Een paar highlights van de zaak, van dit leven. En toen was het, oh ja, en dit was het, weet je. Toen was het, let go. Yes, dus er was even goed wel volledige overgave. Yes. Maar het was ook zo snel, hè. Dat gebeurt vaker. Dus ook als we niet de indruk hebben dat we wakker zijn of whatever, wil dat niet zeggen dat we op een cruciaal moment niet een totaal onthecht perspectief krijgen. Ik heb het ook meegemaakt, vallend voor een auto en die kwam eraan en de enige gedachte was, oh, dat is interessant, dit was het. Ja, dit was het.
En mijn moeder vertelde dat toen mijn vader dood neerviel, ze tegen iedereen zei, laat hem met rust en het is goed zo. En toen gingen ze er kalmeringsmiddelen geven, want ze dachten, zij is zo rustig en zo helder. Die ja. Ze zou wel in shock zijn, als je was. En op een gegeven moment lag ik op dat asfalt, hè, want het ruit had meegegeven. Dus nou ja, net met mijn kopje, net niet die stijl geraakt. Maar ja. En toen lag het asfalt, maar om me heen was wel drukte. Ja. En ik had echt zoiets van, oh, een ziekenhuis, een vader. Laat maar zitten, ik ben er nog, weet je. Ja. Alleen dat was al, ja. Ik was het eigenlijk helemaal aan het vieren op dat asfalt. Mm-hmm. Ik ben te gek. Ja, ik heb hem niet verwacht. Ja, mooi. Ja. Wonderlijk, hè, bestaan. Maar dat ze dan bezig zijn met zorg en lichaam en zo, ik snap er helemaal niks van. Ik heb ook sterk de indruk dat als er werkelijk iets gebeurt, we gewoon in een hele andere modus functioneren dan wanneer we nadenken over wanneer er iets zou gaan gebeuren. Ja. Want dan zitten we toch een beetje in een soort lullige ego-modus. Maar op het moment dat er een calamiteit is, heel vaak worden mensen gewoon uit hun ego getild, als het ware, naar een veel kalmer en ruimer perspectief. Je brein schakelt gewoon om. Tijd wordt ook meteen anders. Alles gaat heel traag. En het is heel wonderlijk. Ziet er schitterend uit. Het is hartstikke mooi. Terwijl als je in je stoel zit en je denkt van, oh ja, dat is even voorstellen dat ik aangereden word en bijna met mijn kop tegen een railing doodval. Ja, dat weet je wel, dat vinden we niet prettig. Maar op het moment zelf, dan vlieg je zo en dan denk je van, ah, dat is quite interesting. Ja. Ik heb wel een stukje wild vlees op mijn neus. Ja, dat dan weer wel. Een kleine reminder. Ja, wow. Ik ben zelf ook ernstig ziek, dus ik heb het ook zelf meegemaakt. Dat als je heel ziek bent, dan ben je zo vredig. Ja, daar je wel. Het is allemaal goed, maar daarna ging je vanuit opknappen en dan komt het hoofd erbij. Alle shit komt weer terug zoals die was. Ja. Dat is echt, dat is verbazingwekkend. Heel bizar om dat hele proces weer. Wat doe ik nou? Het is nodig. Het is helemaal niet nodig, maar het doet zijn dingetje gewoon weer opnieuw. Mm-hmm. Ik heb soms het gekke idee dat een hele hoop van onze psychologische druktemakerij is, omdat er gewoon te weinig gebeurt. Als er op je geschoten wordt, dan heb je geen tijd voor al die bullshit waar wij ons altijd mee bezighouden. Weet je wel? En als de kinderen omkomen van de honger of je moet 24 uur per dag werken om het gezin van eten te voorzien, dan heb je allemaal geen tijd voor dat gezeur. We hebben gewoon tijd en we hebben het veel te goed en we zijn een beetje mietjes. Ja. Dus hebben we allemaal van die psychische complexen. En dus als er echt iets is, net als in jouw geval, dan is dat ego redelijk afwezig. En op het moment dat het gewoon weer beter gaat, dan ontstaat er weer ruimte. En dan, nou, dan gaat hij gewoon lekker weer van alles in elkaar leeghouden. Ja. Oh, wat erg. Ja. Heel je omgeving, oh, erg. Ja. Bizar. Yes. En tijdens de helse zegeningen ervaar ik nog meer dat in plaats van doodsangst, dat je dat dan ziet als verlossing. Ja, zeker. De perspectief is er ook nog. Die dame net zei van, lijkt me wel mooi. Als je niet de helse zegen in zit, dan is het gewoon verlossing. Mm-hmm, sure. Zeker. Sowieso een groot fan van zelfmoord. Wel netjes doen, dat kan wel. Ja, ik bedoel niet anderen mee lastigvallen. Het hoeft tegenwoordig niet, kun je gewoon thuis in je eindje, rustig aan. Er zijn middeltjes voor, doodgaan is echt niet moeilijk. Nee, ik vond het wel grappig. Ik had dat opgezocht hoe je dat dan het meest humaan deed en die zak over je kop. Ja, bijvoorbeeld. En toen zei jij van, want dan ben je in 3 minuten ben je weg. Toen zei Hans tegen mij, van dan moet je lachgas nemen. Dan ben je binnen 1,5 minuut weg en je hebt nog lol ook. Ik ben op een gegeven moment ook nog op zoek.
toegewezen aan lachgas. Maar ik vertelde dat op een gegeven moment tegen mijn moeder dat jij dat gezegd had. Nou, ik mag helemaal nooit meer naar je toe. Je houdt zo iemand dat niet zo. Ja, dat is ook schandalig. Ja. Jij wordt dan ook gezien als therapeut. Oh, zo, ja. Ja, want je gaat daar naartoe om. Om zonder problemen te worden. Nou. Gegarandeerd probleemvrij daarna. Ik hoor dat sommige mensen in diepe meditatie beelden krijgen van andere realiteiten. Echt, Gutsy? Ja, het is gewoon een lage koek. Nee, dan krijgen ze allemaal beeld. Maar je denkt niet dat inderdaad, als je doodgaat, dat je in een andere realiteit terechtkomt. Nee. Dat was spannend. Nee, sorry. Geen fout. Alle zogenaamde realiteiten, die staan dan tussen aanhalingstekens, die are in the mind. Dus waar iemand ook heen gaat, is alles in the mind. Net als 's nachts als je aan het dromen bent, hè, dat lijkt ook allemaal hartstikke echt. Of als je aan het trippen bent of zo, weet je wel, dat lijkt ook allemaal hartstikke echt. Maar de grondpatronen zijn hetzelfde. Er is een ik die zijn dingen zit waar te nemen. Er is een ik die dingen ergens van vindt. En er is een ik die meegesleept wordt door emotioneel mentale toestanden. En op de achtergrond is het doodstil. Mm-hmm. Dat valt dan niet op vanwege de trippende huiszaal, maar iets neemt het gewoon waar en er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Maar je kunt er wel jaren over vertellen natuurlijk. Dat dan weer wel. Dus ja, nee. Het is een beetje pech van wakker worden, hè, dat je dan niet meer droomt. Voor de meeste mensen is er eigenlijk niks aan. Je raakt je illusies kwijt, je ambities, je dromen. Het idee van bijzonderheid, behalve wanneer je een lieve heersbeestje over een vochtig blad ziet kruipen. Maar beyond that is er niks meer bijzonder. Doe me denken toen ik iets van 5 was. Toen zag ik kikkers en daar was ik heel blij mee. Dat bedoel ik. Zo eenvoudig kan je af en toe getroffen worden door zoiets. En dan is dat beeld ook weer weg. En dan, ja, dan ga je toch gewoon je schoenen strekken en weet ik veel, de tuin aanharken of zo. Ook al dat komt nu helemaal op, al dat gezoek naar bijzondere ervaringen. Dat moet toch ook te maken hebben met de gewoon intrieste saaiheid van het bestaan. Je zo een afgestompt, weet je wel, dat je niet eens meer gewoon het simpele feit dat je handjes bewegen en dat je kan lopen, klanken horen, dat je kan denken, dat je kan praten met mensen. Als je dat al niet meer bijzonder genoeg vindt, ja, dan moet je allerlei al dan niet Peruaanse rotzooi gaan slikken om nog iets ervan te bakken. Of net als ik in de jaren 90 deed, allerlei energieoefeningen om allerlei heisa op te wekken. Typisch geval van verveling lijkt het wel, hè? Gewoon het feit dat je er nu lijkt te zijn, is dat niet bijzonder? En dat ademt vanzelf en het bloed dat wordt rondgepompt en zo. Weet je wel, je kunt zo een beetje bij elkaar zitten, ook nog zonder elkaar te slaan. Hoewel iemand slaan is. Wow. Dat is best leuk af en toe. Deze of gene. Ja, dat was wel leuk.
En dan is er voor degenen die dat ervaren willen ook nog de hele tijd zo'n compleetheid waarnemen. Motherfucker. Gratis en voor niks en de hele tijd. Zo'n soort grondtoon, een soort dragende stelte is dat. En dan binnen schijnbaar doe je dan je dansje. Het gaat niet echt ergens heen. Leven gaat niet ergens heen. Het heeft ook geen nut of zo. Want je danst gewoon een beetje in zichzelf zo een tijdje. Dat is oké. Okay. Kom bij me naar boven van de gouden trimpjes één stap terug. Ja, zeker. Heel klein stukje zo. Ja. Of je leeft in dat dingetje wat ongeveer zo groot is, dan is dit je universum, of het is grenzeloos. En dan kan dit dingetje nog blijven functioneren, zelfs beter dan daarvoor. Maar dit is erg benauwd hoor. Ja, dat zal ze maar niet. Weet je wel, dat is fascinerend. Heel interessant om daar de hele dag mee bezig te zijn. Ik heb liever dat. En dan kan ik al mijn stomme dingen waar ik gewoon van hou toch nog doen. Maar dan is het in dat, niet meer zo. Het is veel leuker. Het betekent nog net zo weinig, het is nog steeds zo nutteloos als daarvoor. Maar het maakt minder herinnering, het voelt minder. Ik zit een beetje met het spreekt vanzelf, maar toch om dat ook weer niet voor granted te nemen. In de zin van? Nou ja, dat de natuurlijke flow er is. Ja, maar die kan daarin zijn. Of van hieruit. Dat is het enige verschil. Die bewegingen, dat regelt zich wel. Wel, ja. En het leuke is, in mijn ervaring in ieder geval, dat vanuit die ruimtelijkheid, dat er zoiets als flow, dat is mijn term niet, maar ik snap hem, veel makkelijker optreedt dan wanneer ik hier zit. Want dan ben ik de hele tijd bezig met wat ik wil. En zo, en waar ik bang voor ben. Terwijl vanuit die ruimtelijkheid, dan kan, ja, ik noem dat dan dansen, dat is basically hetzelfde. Je ziet vanzelf, oh, het danst nou die kant op. Oké, dat is oké. Maar ik heb soms het gevoel dat ik zo gehecht ben aan die ruimte hier. Aan dit? Ja, dat ik zo gehecht ben daar. Ja. Jaar geleden stelde me de vader, ik wil uit deze gevangenis. En dan breek ik een speldje of een baksteen, breek ik los. Of twee of drie, en dan kan ik net wel doorheen. Maar ik dan zie ik de buitenkant en ga... Vloep, weer terug. Zie ik weer in dat, omdat je zo gehecht bent aan die ruimte. Ja, goed. Omdat je daar niks anders kent dan. Ja, yes, dus moeten we daar even af en toe uitgaan en dan een half uurtje, een halve meter buiten die gevangenis gaan staan om te acclimatiseren. Dan ga je weer even terug. Dan kun je ook goed vergelijken hoe fijn het echt is. En dan voer je dat langzamerhand op totdat je gewend bent. Want als je zo'n ding wat lang is opgesloten gewoon beetpakt en je vlekt hem naar buiten, dan gaat hij dood van angst. Weet je wel, dus een beetje laten wennen zo. Een deurtje maken, zodat je erin en eruit kan. En op een gegeven moment heb je gewoon geen zin meer om terug te gaan, want je bent namelijk niet onder bedreiging daar buiten, alleen daar binnen. Alle spoken zitten binnen dat dingetje. Daar buiten is gewoon alleen maar open. En we moeten dus ook, niet dat het ook kan, maar we moeten ook nooit een ander lastigvallen, zo van, hey, you gotta free your mind of whatever. Nee, dat moet helemaal niet, als iemand er aan toe is. Het moet van binnen uitkomen, die wens. Je kunt dat niet opleggen. Als de spanning te groot is om daar uit te breken, nou, blijf dan lekker zitten. And take your medication. Van de dokter of de dealer. Het begint allemaal met een D. Het is niet voor niks.
Dus het moet niet, maar we kunnen de bereidheid hebben of de gelegenheid nemen om te kijken of we die muren gaandeweg of in één keer af willen breken en hoe ver we van die gevangenis vandaan durven of willen gaan. Ja, en binnen die gevangenis heb ik zelf ook ervaren de verveling die er dan ontstaat. Sure. Verveling, maar op een gegeven moment, je kan in die verveling blijven zitten door drugs te gaan plus, seks en al die dingen meer. Maar of je maakt die keuze. Yes. En meestal beginnen we daar pas aan als we beginnen te zien dat binnen die gevangenissfeer blijven, het maakt je niet veilig of gelukkig of vrij of iets dergelijks. Het houdt je alleen maar klein en opgesloten. Het houdt je geïsoleerd. Als je dat begint te voelen en te zien, dan wordt het zo vervelend om binnen te blijven dat het verlangen om uit te breken groter is dan de angst om vrij te zijn. En dat is dus een heel individueel gebeuren. Vandaar nogmaals, je moet nooit tegen een ander zeggen dat die sneller of langzamer of gaan eisen dat iemand ook. Je kunt er wel over hebben, je kunt uitnodiging doen, maar that's it. Mensen draaien pas als de belangensfeer anders komt te liggen. Als de pijn te groot is om opgesloten te zitten, pas dan. Hoe zou je liefdevol tegen je kinderen verwoorden het leven zinloos? Waarom zou je dat doen? Om positieve emoties en liefdadigheid en zo te cultiveren. Waarom zou je dat doen? Omdat dan mensen blij zijn. Is dat zo? Als je kinderen blij wil maken, moet je ze een zak zaken goed geven. Niet over zinloosheid van het bestaan. Ja. Lijkt me niet. Je kunt beter inzien dat zinloosheid of beter zinvrijheid de realiteit is en daarnaar leven. Dan pikken ze het wel op. Kinderen die letten veel meer op wat je doet dan op wat je zegt. En meestal wat die ouders allemaal zeggen tegen die kinderen, it will fuck up their minds. Want dan zeggen ze, wees niet egoïstisch. En vervolgens zien ze die ouders egoïstisch bezig. Weet je wel, dat is fucked up. Of ze zijn de hele tijd bezig hun intuïtie van slag te maken. Ik heb dat vaker geroepen van, is er wat man? Nee hoor, alles is goed. Of ze doen iets intuïtiefs of spontaan en het is bang. Weet je wel, dus leave the children alone. Zelf opgroeien, dat is het belangrijkste. En die opvoeding... Opvoeding is niet veel anders dan normpjes impregneren en angst impregneren. Africhten. Ja, en ja, dat is handig voor bij de stoeprand en dat soort dingen. Maar voor de rest weet je wel, het is het opdringen van jouw illusies die niet eens van jou zijn aan een volgende generatie. Dus hou het zo open mogelijk en verder gewoon duidelijk zijn. Niet doen. Ik heb altijd heel erg mijn best gedaan, maar ik zie mijn kinderen niet meer. En ik heb wel echt het idee dat dat komt doordat ik zo mijn best deed. Het zou best kunnen. Ik wil dat het recht kan. Ja. Waar we het vorige keer over hadden. Ik wil dat. Ja, precies. Dus dat gaat helemaal niet goed. Lijkt mij ook. Moeten ze dit worden en dat doen, omdat het jou niet lukte? Oh ja. Nee. Dat is één geruststelling. Er zijn 100 manieren om de opvoeding verkeerd te doen. Er zijn geen manieren om het goed te doen. Dus relax, relax. Gewoon kijken wat er gebeuren wil. En onthouden, ook zij gaan dood. Zo. They're not gonna make it.
ook een goede tip is, nog tot slot op dat vlak, is gewoon zeggen, ik weet het niet als dat zo is. En dat is heel vaak. Pap, wat betekent dit en dat? Ja, wat betekent dit en dat, zeggen we dan. We weten helemaal niet waar we het over hebben. Maar de hele tijd komen we daarmee aanzetten. Dit is dit en dat is dat. Really. In plaats van, nou, hier heb je een boek van Schopenhauer. Alsjeblieft. Smijt er ingewikkeld. Ja, vanaf als ze 6 zijn, kom op. Daar, lezen. Ja. Niet altijd die makkelijke antwoorden. Denk er zelf eens over na, Jantje. Ik heb zin om er mee op te houden eigenlijk. Jullie ook? Nee. Ja. Nou, degene die nog door willen gaan, die blijven zitten. Dat gaan wij. Thank you.